vind het wel leuk. Ja, het is nog niet heel veel bouw. Het is nu nog veel bouwterrein, maar ik denk dat het later wel leuk wordt. Ik vind het erg mooi worden. Ook vriendelijker volgens mij voor voetgangers en zo. Volgende week gaan we starten met de binnenzijde van het Wetering-circuit. Dan gaan we de rijbanen asfalteren. We gaan nog een stukje maaiveld inrichten, zodat we daar straks fietsparkeerplekken kunnen maken. En aan de andere kant gaan we de tijdelijke tramhalte weghalen. Omdat de nieuwe tramhalte op de Vijzelgracht ook inmiddels in gebruik is. We zijn hier zwarte gronden aan het aanvullen, dat het een beetje netjes wordt allemaal. En er komen overeenkomende grashouden. En is zwaar werk? Ah, behoorlijk zwaar werk. Er zijn voor fietsers wat omleidingen waar mensen rekening mee moeten houden. In april is het vooral het fietsverkeer wat vanuit het Leidseplein naar de richting Frederiksplein gaat. Die moet via de zuidkant van het circuit, maar kan op heel veel plekken van de nieuwe fietspaden gebruik maken. En we hebben wat omleidingen voor autoverkeer, omdat we ook een aantal nachten gaan werken. Dit was het verkeer, tot de volgende keer!